Als je door binnenrijdt, is het niet te missen. Enorme schaakpionnen verwelkomen je. In het normaal o zo rustige Wijk aan Zee barsten deze weken van diep nadenkende schakers. In Hotel Zonnevank zit het vol, dus aanpoten geblazen. En zo is nu ook, weet je, het springt zelf wat meer bij. Op dit moment staat mijn compagnon ook gewoon lekker al koffie te zetten. Ja, dat is alleen maar leuk. Sst. Sst. Godfried Bomans behoorde tot de vele absoluut stille genieters van de schaakwedstrijden in Wijk aan Zee. Al jaren wordt er gespeeld in Wijk aan Zee. In 1938 werd de eerste pion gezet. En sindsdien is het toernooi letterlijk onder de rook van Tata Steel alleen maar groter geworden. Ook bij Café de Zon, het schaakepicentrum van het dorp, is het druk. En als je dacht dat ze na de wedstrijden schaakmoe zijn, dan heb je het mis. Er wordt altijd geschaakt, ook 's nachts. Afgelopen zaterdag zaten ze hier om 1:30 s'nachts nog, zat het hele café ram vol met schakers. Die moesten we echt om 2:00 moesten we zeggen van jongens, nou gaat het licht uit en de stukken gaan de doos in, want we stoppen ermee. En er is zelfs een heuse pop-up store in het dorp, in een voormalig café, waar ze echt alles verkopen wat met schaken te maken heeft. Boeken, kaartsetje, hele leuke gadgets, tickertjes, een yo-yo, siliconen schaakstukken en schaakborden. Tja, het is wat. Maar ja, je kan natuurlijk niet alles hebben. Tussen alle spullen die je hebt, mis je één ding. Ik mis een asbak, ja.